De samenvatting van UNA Quick wordt mede mogelijk gemaakt door de supportersvereniging van UNA. UNA nam het zondag op tegen Quick uit Den Haag, de nummer 3 uit de derde divisie. UNA natuurlijk nog altijd de koploper en UNA kreeg vorige week goed nieuws door de nederlaag van Jong Vitesse. De wedstrijd tegen Quick was de terugkeer van Nick Tielemans in de basis. Hij moest 5 wedstrijden langs de kant zitten met een schorsing. In het doel natuurlijk Peter Stoskovic. De doelman van UNA kent een goed seizoen en zag dat deze week beloond met een overstap naar Dordrecht in de Jupiler League. Eerste mogelijkheden zijn voor UNA als hier de bal komt bij Boelgalg. Brian Bogers pikt de bal op, staat geen buitenspel, maar hij treft de doelman. Eerste goede mogelijkheid voor Brian Bogers. Vrije trap dan voor Jeroen Stottelaar. Bij de tweede paal is daar de geheel vrijstaande Mart van de Gevel. Hij schiet net over. Goede beginfase van UNA. Na de goede beginfase van UNA was het toch Quick dat beter in de wedstrijd kwam. Met hier buitenspeler Roderick Meinema. Hij kan op Stoskovic af, stift hem over de doelman van UNA heen, maar de bal gaat gelukkig voor UNA aan de verkeerde kant van de paal. Jeroen van Bezouwen probeert zijn mannen beter neer te zetten, want UNA komt maar niet in de wedstrijd. Hier een overtreding van Rachid Bouya-Ouzan op Nick Tielemans en die krijgt daarvoor een gele kaart. Vrije trap van Jeroen Stottelaar, maar daar is geen medespeler van hem in de buurt. Quick denkt aan een aanval, maar de bal wordt heroverd door UNA. Als hier aan de rechterkant Teun Sebrechts erdoor kan. Sebrechts speelde goed op rechts buiten met de afgemeten voorzet op Mart van de Gevel. En zo is het toch 1-0 voor UNA. Beetje tegen de verhouding in. UNA had het moeilijk met Quick. Maar daar is dan toch de voorsprong via de spits die dit seizoen vaker scoort. Hij krijgt daarbij wel een schoen in zijn gezicht, maar kan doorspelen. Hier de uittrap van Stoskovic. De bal wordt terug ingebracht door Quick. Dus de bal hier bij de tweede paal komt bij Mark Boshoff. De bal wordt slecht weggewerkt door UNA, blijft daar hangen. En dan is Rachid Bouya-Ouzan als eerste bij de bal om die bal binnen te werken. Echte klutsituatie. En zo komt Quick op 1-1. De 1-1 was net voor rust, maar we zitten nog steeds in de eerste helft met hier Boshoff. Voorzet lijkt ongevaarlijk, maar Stoskovic laat de bal los en is daar bij de tweede paal Frank van der Heijden die kan scoren. Het is onduidelijk of hij de bal nog voor de lijn raakt, maar de stand van 1-2 staat wel op het bord. Dit zijn beelden van het begin van de tweede helft. Hier zit Juri Seibers mis, kans voor Meinema, maar daar is opnieuw Stoskovic met een goede redding. Stottelaar. Op Teun Sebrechts neemt hem handig mee. Goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Teun Sebrechts wacht dan te lang en dan is de kans voorbij. Ziet ook Jeroen van Bezouwen. Aanval dan opnieuw voor UNA, maar daar is de doelman Jari Puister. Hij schiet de bal snel naar voren naar de rappe Roderick Meinema. In duel met Jeroen Stottelaar komt daar makkelijk langs. Veel ruimte voor Quick. Er zit ongeveer 10 minuten voor tijd. En hier is van dichtbij Frank van der Heijden met de 1-3. Wedstrijd beslist. Corner nog wel voor UNA. Invaller Willem Thiebe kopt over en zo verliest UNA met 1-3. Ik vind dat we 8 minuten aardig hebben gespeeld. Daarna krijgen we uit het niks eigenlijk een hele goede kans die Petter erg goed pakt. En vanuit daarna is het gewoon een dode wedstrijd. Er zit geen strijd in. We zijn afwachtend, lopen achteruit, we zijn angstig. We willen niet winnen, dus daar schrik je van. En zeker na de laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse. Ja, dan toch kom je eigenlijk vind ik uit het niks kom je op 1-0 door eigenlijk wel een goede voorzet en een goede goal. Dan is er niks aan de hand en dan hoop je tot de rust probeer die wedstrijd uit te halen. En dan in 4 minuten tijd, wat al de derde keer is dit seizoen, dat we in 4-5 minuten 2 goals tegenkrijgen. Ja, geef je denk ik heel de wedstrijd weg. Wat dan wel onnodig is, hè. We spelen niet goed en er zit weinig strijd in, nogmaals wat ik zeg, in tweede ballen. Maar ja, het was vooral onnodig dat we dan 2 goals tegenkrijgen.
Ja, tweede helft, wat kan ik ervan zeggen? Dan zie je wel strijd, dan zie je wel passie. Maar dat heeft ook nog weinig met goed voetbal te maken. Ik denk dat we na een minuut of acht dat we nog een goede kans krijgen met Teun die doorkomt aan de rechterkant. En te laat kiest, hè, of eigenlijk nog een kans uitkomt die we missen. Ja, dan nogmaals, dan heb je tweede helft heb je strijd gezien. Maar dat nogmaals, geen goed voetbal. En het is een schrale troost dat Jong Vitesse vandaag weer verliest. Ja, maar ja, ik wil daar gewoon mee stoppen om naar te kijken. Want wij spelen na de winterstop hebben we één goede wedstrijd gespeeld en één goede helft. En we kunnen wel elke keer kijken naar de eerste plek en naar Vitesse. Maar het wordt tijd om we zelf weer wakker gaan worden.